Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beste zusters, het onderwerp waar ik het vandaag over ga hebben is subhanallah een heel belangrijk onderwerp. Namelijk het kwaad. En hoe we moeten vermijden in de valstrikken van het kwaad te trappen. En Koran 14:1 zegt: leid de mensheid uit de duisternis naar het licht. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We moeten eerst en vooral de intentie hebben om het kwaad te kennen. Uit angst om erin verstrikt te geraken. En we moeten weten hoe we het kwaad moeten vermijden. Daar ga ik het vandaag over hebben. We moeten ons eerst en vooral de vraag stellen: wie is die shaitaan die we moeten vermijden? Nu, in de Arabische taal betekent het woord shaitaan eenvoudig weggezegd ver weg zijnde. Ver weg zijnde van leiding, ver weg zijnde van de waarheid. Het zijn de mensen die het vers van al van de waarheid verwijderd zijn. En het heeft de betekenis van het overtreden van alle grenzen en limieten. Dus de shaitaan van de mensen en van de djinn, die het vers verwijderd zijn van de leiding van Allah subhanahu wa ta'ala. En die het hoogste in rang van ongeloof in Allah hebben bereikt. En we refereren naar hen als zijnde de shaitaan. Zij die het vers verwijderd zijn van het rechte pad. En we moeten inzien, en dat is heel belangrijk, dat de shayatin, shayatin is het meervoud van shaitaan, dat de shayatin zowel betreft de mensen als betreft de djinn. Dus men denkt soms dat de shaitaan enkel maar refereert naar de djinn die de mensen wilt verwijderen van het rechte pad van Allah. Maar dat is niet volledig. Want Allah zegt in El Koran over, hij praat daarover de shayatin van de mensheid en van de djinn. En de boodschapper, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, spoorde zijn metgezellen aan om hun toevlucht te zoeken bij Allah tegen de shayatin van de djinn en tegen de shayatin van de mens. En de metgezellen vroegen: ja, Rasulullah, o boodschapper van Allah, is er zoiets als de shayatin van de mens? En de profeet sallallahu alaihi wasallam bevestigde dit. Dus hij bevestigde dat de shayatin ook als mens onder ons is. En wij dienen dat echt heel goed te beseffen. Want alles wat wij leren van de sunna en van El Koran, dienen wij toe te passen in ons leven. En om te zetten naar ons leven. Dus als de shayatin als mens onder ons is, moeten wij niet denken dat dat zo ergens ver weg een groepje mensen zijn die ergens aan de top zijn en die heel de wereld besturen. Natuurlijk is dat het geval. Maar wij moeten beseffen dat de shayatin onder ons is als mens. En dat kan zijn via een vriend. Een goede vriend zelfs. Een boezemvriend zelfs. Of via een familielid, subhanallah. Dus de shayatin is als mens onder ons. En wij dienen dus alert te zijn. Dus de shayatin, met zijn valstrikken, met zijn trucken om ons te misleiden. Dat hij zowel als een djinn opereert of als een mens opereert. En dat hij bestaat uit degenen die het diepst gevallen zijn, het vers verwijderd zijn van het rechte pad, doorweekt zijn van het kwaad en ongeloof, is erop uit om de mensen, jou en ik, ons allen, te misleiden. En natuurlijk hun leider. Hun leider, de imam van alle shayatin, is Iblis. En Iblis, ja, we kennen zijn verhaal, of de meeste toch, ik ga dat een keer heel kort herhalen. Iblis had alle zegeningen van Allah subhanahu wa ta'ala gekregen. Hij was de metgezel van de engelen. Hij was bij hen om samen met hen Allah subhanahu wa ta'ala te aanbidden. En hij leefde met hen in het paradijs. En hij had alle zegeningen gekregen. Denk daar eens, zo'n mooie positie, zo'n prachtige positie dat hij had. En Allah vroeg hem iets. Allah werd gevraagd
om te buigen voor Adam alayhi salam. En hij weigerde. Hij weigerde simpelweg dit te doen. Hij weigerde omdat hij zoveel trots had. Hij was opschepperig, ijdel, arrogant. En hij zei, ik ben beter dan hem, dan Adam. Ik ben beter dan hem. U creëerde mij van vuur en u creëerde hem van klei. Hij had daar minachting voor. Dus de trots en arrogantie van Iblis voerde hem weg van het pad van Allah subhanahu wa ta'ala. En zoals ik al had gezegd, wij moeten dat vertalen naar ons eigen leven. Onze trots en onze arrogantie voor de wetten van Allah subhanahu wa ta'ala, of voor de sunna, of voor el Koran, die kunnen ons ook alle zegeningen die Allah ons heeft gegeven wegnemen. En onze ondankbaarheid daarvoor. Allah kan alles terug wegnemen. Net zoals hij Iblis uit het paradijs heeft gegooid. En Iblis deed een belofte aan Allah. Iblis zei, bij het feit dat u me hebt misleid, ga ik in hun weg zitten op hun rechte pad. Ik ga hen opwachten op hun weg naar u. En ik kom van alle mogelijke richtingen. De shaitaan komt van achter, van voor, links en rechts, uit elke hoek. Dus deze Iblis is de imam van de shayateen. Hij is voor hen een rolmodel, een voorbeeld dat ze willen volgen. Hij is degene die weigerde te buigen voor Adam alayhi salam. En ook weer dienen wij dit in het dagelijkse leven te vertalen. Er zijn mensen, er zijn moslims die opkijken naar andere moslims die eigenlijk een volledige harame levensstijl hebben. Maar zij kijken naar hen op. Want zij hebben status, zij hebben macht, zij hebben geld, zij hebben uiterlijk vertoon enzovoort. En ze willen dat dan ook hebben. En ze gaan in hun voetstappen treden. Subhanallah. En de shaitaan heeft respijt gekregen hier op aarde voor een beperkte tijd die Allah alleen kent. En dit valt onder de wijsheid van Allah subhanahu wa ta'ala. En die wijsheid houdt in dat hij, Iblis, toelating heeft gegeven om gedurende een bepaalde tijd hier op aarde te zijn om ons te misleiden. Want door het feit dat Allah, Iblis, deze toelating heeft gegeven, wordt het verschil gezien tussen goed en kwaad. Zien we het verschil tussen de gelovigen en de ongelovigen. En we moeten goed beseffen. Een van de misleidingen is dat wij denken dat er allemaal rassen zijn, nationaliteiten zijn enzovoort. Maar er is maar één mensenras. Er is maar één ras en dat is het mensenras. En in dat mensenras heb je twee zaken. De gelovigen en de ongelovigen. En deze shaitaan, zijn misleidingen zijn een test voor ons en een uitdaging voor ons. Om zo de mogelijkheid te krijgen om het paradijs te bereiken, enzovoort. En we moeten niet denken dat Allah subhanahu wa ta'ala geen benul heeft van de valstrikken en de plannetjes van shaitaan. Sowieso ontgaat Allah niets, want hij is de alhorende, de alziende, de alwetende. Allah is zich wel degelijk bewust van alle valstrikken en plannetjes van shaitaan. Maar hij laat dit gebeuren voor een wijsheid die hij alleen kent. En we kunnen die wijsheid appreciëren of niet appreciëren, maar het is in de handen van Allah. Dus er ligt een wijsheid in deze valstrikken van shaitaan. En hier ligt dus de kans voor ons om dichter bij Allah te komen. En een kans om te vechten. Te vechten tegen de shaitaan, maar ook te vechten tegen ons eigen zelf. Onze nafs. En vechten tegen de shaitaan is een van de manieren om te vechten voor Allah. Voor Allah subhanahu wa ta'ala. Het is dus de bedoeling dat je vecht tegen de shaitaan en zijn valstrikken en plotten.
En je hoort het al. Het is een werkwoord. Vechten. Een werkwoord. Het is dus veel werk te doen. Je moet actie ondernemen. Het is dus de bedoeling achter de misleiding. Dat is dus de bedoeling achter de misleiding van Iblis. Dus dat is dat je elke dag dient te vechten. Je moet niet zeggen, ja, in mijn leven ga ik waarschijnlijk, zoals iedereen, wel eens een moment tegenkomen dat de shaitaan mij in een valstrik heeft gebracht. En dan zal ik dan wel moeten vechten daartegen. Maar zo gaat dat niet. Shaitaan werkt elke dag. Dus die valstrikken en die plotten zijn er elke dag. En wij zijn elke dag verplicht om daartegen te vechten. Elke minuut van de dag. Vanaf dat wij ontwaken. Ik ga een klein voorbeeldje geven. Er zijn mensen die een radiowekker hebben om te ontwaken 's morgens. En die speelt dan muziek af. Subhanallah. Dus zij worden al wakker met popmuziek, de Koran van de shaitaan. Elke dag. Zo begint hun dag. Dus shaitaan is overal en altijd. En wij moeten daartegen vechten. Wij moeten ons beheersen. Wij moeten dat vermijden. Allah subhanahu wa ta'ala vermeldt de valstrikken van de shaitaan in El Koran. Hij zegt, de valstrikken van shaitaan zijn constant en voor altijd zwak. Dus luister goed, Allah zegt niet, de valstrikken van shaitaan zijn zwak. Hij zegt, ze zijn altijd zwak. En voor eeuwig zwak. Ze zijn zwak geweest en zullen altijd zwak zijn en blijven. Dus denk even na, beste zuster. Hoe zwak zijn wij dan niet dat wij in die zwakke vallen van de shaitaan trappen? Reflecteer daarover. En er zal nooit een plot van de duivel zijn dat ooit sterk zal zijn of worden. En dit om twee hoofdredenen. Twee hoofdredenen. De eerste reden waarom de valstrikken van de shaitaan nooit zullen beschreven worden als sterk en altijd zullen beschreven worden als zwak, is omdat in antwoord op elk plot, elke valstrik, elke intrige, elke verwikkeling of elke misleiding, er steeds een tegenplot is. Een tegenplot is. Allah subhanahu wa ta'ala vermeldt in El Koran, zij zetten een valstrik en ik zet een valstrik. En Allah is degene met de beste valstrikken. Die de beste valstrikken zet. En de valstrikken van Allah zijn in antwoord op de valstrikken van zijn vijanden. Dus telkens als zijn vijanden iets beramen, samenspannen, misleiden en valstrikken zetten, zullen de plannen van Allah dit overwinnen. Elke keer. Elke keer. Telkens als deze vijanden een methode uitwerken om iemand te misleiden, zal Allah, subhanahu wa ta'ala, een tegenmethode hebben om die persoon uit die val te halen. Het is daarna weer dicht bij Allah moeten blijven, want hij helpt ons. Er bestaat geen plan of plot van de shaitaan of Allah subhanahu wa ta'ala heeft een sterker plot als antwoord. Als antwoord. Dus het is niet het doel van Allah om te plannen en plannetjes te hebben en intriges en al die dingen. Dat doet Allah niet in de algemene zin. Allah subhanahu wa ta'ala zet alleen valstrikken als antwoord op de valstrikken van zijn vijanden. En dit is de perfectie van Allah. Dus zo zien we dat Allah subhanahu wa ta'ala enkel plant in weerwoord op de plannen van zijn vijanden. En dat is wat wij als mensen moeten zien als voorbeeld. De shaitaan onder de mensen, die hebben allemaal plannetjes. We gaan het zo doen en zo doen en zo doen. We gaan de bevolking zo en zo leiden in die richting. Ze pushen ons in die richting. Ze duwen dingen in onze strotten. Je weet wel, er zijn genoeg voorbeelden. En wij moeten als moslims daartegen vechten. Als antwoord. En wij dienen natuurlijk, als wij al op voorhand zaken weten, ons te beschermen. Onze kinderen te beschermen, onze vrouwen te beschermen. Heel de umma te beschermen. We dienen daar allemaal aan mee te werken.
De tweede reden waarom de plannetjes van Shaitaan altijd zwak zijn, is omdat diens vallen geen inhoud hebben, geen substantie hebben. En wat bedoel ik daarmee? Allah vermeldt in El Koran dat de Shaitaan zelf zegt, wanneer alles voorbij is, wanneer het oordeel geveld is, wanneer er een scheiding is tussen wie goed is en al wie slecht is, heeft Allah jullie de belofte van de waarheid beloofd. En ik beloofde jullie en ik brak mijn belofte. En ik heb nooit enig gezag, controle of macht over jullie gehad. Alleen dat ik jullie heb uitgenodigd, gelokt. Dat is wat Shaitaan zegt. Dus de waarheid van de Shaitaan is dat zijn valstrikken enkel maar een uitnodiging zijn. Hij lokt ons. De valstrikken van Shaitaan hebben dus geen enkele substantie of inhoud. Ze zijn inhoudloos, leeg, een lege doos, maar mooi en verleidelijk verpakt. Het zijn zeker geen valstrikken die jouw fysiek beetnemen. Het is niet dat Shaitaan jou pakt en vastbindt of zo, zodat je geen uitweg niet meer hebt en dat je wel gedwongen bent. Nee, dat is helemaal niet aan de hand. Het enige wat Shaitaan doet, is jou uitnodigen voor het feestje. En het is aan ons of wij op die uitnodiging ingaan of niet. Dus wij hebben een grote verantwoordelijkheid. En Shaitaan zegt zelf, ik had geen gezag over jullie. Ik was nooit in de mogelijkheid om jullie te leiden. En ik was nooit in de mogelijkheid om jullie zomaar te misleiden. Ik heb nooit de macht gehad om jullie tot iets te dwingen of om jullie met geweld van het rechte pad af te laten dwalen. Het enige wat ik kon doen, is jullie uitnodigen. Dus roepen en lokken, dat is wat de Shaitaan doet. Kom maar, wees maar gehoorzaam aan Allah subhanahu wa ta'ala. Kom met mij mee, amuseer je maar, enzovoort. De Shaitaan kan niet meer doen dan jou roepen en lokken en verleiden. Je uitnodigen tot ongehoorzaamheid. De keuze ligt dus volledig bij ons. En we moeten ingaan, of we zullen ingaan op zijn uitnodiging, ofwel zijn uitnodiging zullen afslaan, dat ligt volledig in onze verantwoordelijkheid. Dus dit zijn al twee redenen waarom de valse strikken van Shaitaan altijd zwak zijn. Dus ten eerste, dat voor elk plan de Shaitaan smeet Allah een tegenplan heeft. En ten tweede, dat de valstrikken van Shaitaan geen gewicht hebben. Geen inhoud hebben, ze hebben geen enkele macht, geen enkele sultaan, geen enkele autoriteit. Het enige wat ze zijn, is een uitnodiging tot ongeloof en ongehoorzaamheid. Subhanallah. En het enige wat de duivel eigenlijk doet, is zeggen, kom naar het feestje, je zal je amuseren, je zal genieten. Of hij zegt, kom, we gaan dit en dat doen, je zal veel geld verdienen. En het is aan ons of we ja zeggen of weigeren. Shaitaan kan ons niet dwingen. Dus je kan dat nooit als excuus gebruiken. Uiteindelijk is zijn methode eeuwig zwak. En wij dienen toch geen zwakke methodes te volgen. Dus we zijn zelf verantwoordelijk.